ben Mark Eltson. Ik ben 52 jaar en ondernemer in Rotterdam met ons bedrijf Sprank Interieurprojecten. Ja, en daarmee houden we ons bezig met het inrichten en het ontwerpen van werkomgevingen. Wat heb ik met de fiets? Daar kan ik een heel lang verhaal van maken, maar een vriend van mij die fietste. En die zei, joh, dat is goed voor jou, je had de rugklachten. En daar kreeg ik een oude Gazelle Champion met van die clipjes en een jasje. En ik ben met hem gaan fietsen, 10 kilometer naar Moordrecht en weer terug. En dat was al een hele opgave en daar is het wel een beetje begonnen. Met Mark Eltson moet je niet willen fietsen. Dat wil hij zelf ook niet. Even plakken. Godskleuren. Het liefst wil Mark Eltson kattenkwaad uithalen. En dat wil ik ook. Dat willen wij ook. Diep in ons hart. Niemand van ons wil fietsen. Pijn lijden. Wind tegenvoelen. Alles maar wind tegen. We willen Mark Eltson zijn. Belletje trek, neusje trek. Ja, het is trots dat ik een mooie fiets heb en dat er Sprank op staat. Dat vind ik leuk. En dat je een mooie fiets kan kopen. Maar ik ben niet trots en ook geen fietsgek van. Ik wil nog een betere fiets. Of, nee. Nee. Ik heb niks met witte of zwarte sokken, benen scheren. Ik vind het gewoon lekker om te fietsen. En leuk om dit soort dingen te doen. Maar ik ben geen fietsgek. Nee. Ik fiets omdat ik binnenkort met de jongens de Col de Calibier op ga. Oh ja, leuk een goeie. Ah, die is ook leuk. Welke was het? Doe maar lekker. Oh, een Calibier is, was het niet. Ik kan helemaal slecht voorbereid zijn. We willen fietsen zoals Mark fietst. Een beetje met de knieën naar buiten. Als het te hard gaat en het fietsen pijn gaat doen, ga je gewoon minder hard. En doet het minder pijn. Mark wil en zal nooit de snelste zijn. Op de Sella Ronda legde hij het complete lokale verkeer plat toen hij als laatste de top van de Passo Pordoi bereikte. De chauffeur van de bezemwagen was zijn beste vriend. Maar Mark komt boven, altijd, met een traan en een lach waarmee hij heel de wereld toe lacht. Ik vind het mooi als je fietst dat je binnen 10 minuten ben je in niemands land. Dan rij je gewoon door de polders heen en dan kan ik al genieten van een paar zwanen die voorbij vliegen. Dat is prachtig gewoon. Dus dat is ook wel genieten en je hoofd leegmaken, zeker met een drukke baan. Ja. Hij ziet dat het anders kan en weet dat het misschien anders moet. Maar als de gezelligheid roept, is er geen weg meer terug. Kijk maar naar zijn ogen. Die flonkeren. Uitdagend. Ondeugend. Belletje trek. Neusie trek. Ik ben gek op feestjes, zegt Mark op de fiets. Ja, je hebt even de tijd om heel veel dingen de revue te laten passeren als je zo'n berg aan het beklimmen bent. Dat is natuurlijk mooi. Het is ook afzien, maar dan spelen dus heel veel gekke dingen door je hoofd. Althans bij mij, ik ben dan voor mezelf alleen maar in mijn eentje aan het fietsen, niet met anderen. Ik heb mensen in de sneeuw zien liggen en in auto's zien zitten onderweg de eerste keer. Ja, het is natuurlijk leuk om te zien, maar ik was er niet mee bezig. Ik was alleen maar bezig te kijken, dan kan ik dat. Ik had ook een paar weken ervoor niet gedronken, nou, dat was ook al een hele opgave. Er zit Johnny Rom aan tafel met een fles wijn en ik zei, nee, ik ben al een week niet aan het drinken. Een week niet aan het drinken, zegt hij. Ja, dat was mooi. In het decor van zijn oude Noorden komt stadsmens Mark beter tot zijn recht dan in de Hollandse polders, die gemaakt zijn voor stoempers op zoek naar zichzelf. Mark heeft zichzelf al lang gevonden. Max Verstappen is de Pietje Bel van de Formule 1, Peter Sagan de Pietje Bel van het wielrennen en Mark Eltson is de Pietje Bel van de fietsvriendengroep van Koers is Koers. Voor Mark is het leven een feest, van ons allemaal geniet Mark Eltson nog het meest. En zodoende is onze Pietje Bel dus toch de ultieme winnaar. Belletje trek, neusje trek.